Station Amsterdam Centraal is een van de drukste stations van Nederland. Het aantal reizigers blijft groeien tot 275.000 reizigers in 2030. Ook het aantal treinen en het goederenvervoer neemt toe. Daarom zijn we gestart met een omvangrijke modernisering. Een complex en intensief proces van zeker 10 jaar. Wat gaan we doen op en rond station Amsterdam Centraal? We bouwen een vrije kruising op de Dijksgracht. We bouwen 5 nieuwe spoorbruggen. En dat is hard nodig, want ze zijn aan het einde van hun levensduur. We realiseren vaste treincorridors. We vervangen sporen, seinen en bovenleidingen en halen meer dan 100 wissels weg. We realiseren nieuwe treinbeveiliging. In het station bouwen we bredere en langere perrons. Er komt een fietsenstalling met ruim 8500 plaatsen extra. We verbreden de Oosttunnel. Zo komt er meer ruimte voor reizigers. We bouwen een betere toegang aan de westzijde van het station. We versterken het monumentale karakter van het station. Een complexe klus met een lange doorlooptijd. De verbouwing gebeurt in fasen, zodat de omgeving bereikbaar blijft, treinen blijven rijden en reizigers veilig gebruik kunnen blijven maken van het station. In deze fase verdwijnt het opstelterrein op de Dijksgracht en volgt het eerste deel van de bouw van een vrije kruising, zodat treinen straks niet meer op elkaar hoeven te wachten. Als het eerste deel van de vrije kruising gebouwd is, worden de sporen verlegd en bouwen we vervolgens het laatste deel. Als dit klaar is, bouwen we de sporen die eronder doorlopen. Daarna wordt de vrije kruising in 2028 in gebruik genomen. We gaan ook aan de slag bij de Oostertoegang. Tijdens deze fase worden 5 bruggen vervangen. We gaan de bruggen 1 voor 1 slopen en vernieuwen. We halen de spoorbak leeg en we verwijderen het middelste spoor om de perrons te verbreden, plaatsen nieuwe seinen en nieuwe sporen en tegelijkertijd bouwen we steeds een stuk van de Oosttunnel en de ondergrondse fietsenstalling. We werken in 5 jaar van noord naar zuid. In deze fase volgen de werkzaamheden op het oostelijk eiland. Hier worden onder andere wissels verwijderd, sporen omgebouwd en nieuwe seinen geplaatst. Treinen kunnen elkaar sneller opvolgen. Zo kunnen straks meer treinen gebruik maken van het spoor. In de krappe ruimte tussen de stad en het IJ gaan we verbreden, vervangen en vernieuwen. Het resultaat is meer ruimte voor reizigers en meer treinen op het spoor op en rond Amsterdam Centraal. Het monumentale station is klaar voor de toekomst. Zo verbinden we Amsterdam met de rest van Nederland en Nederland met de rest van Europa.